Ja, de start gaat door. Cadeautje van Aad. Mag grote voorsprong nemen. Een goede start aan de buitenzijde ook van Tja Tja Tja. En daarachter in derde stelling komt Dennis Minema goed van start met zijn Dinant Confidal. Achter Dinant Confidal op anderhalve lengte volgt Dow Jones. En dat is het leidend kwartet. En op de vijfde plaats probeert Benjamin Mirage aan te sluiten. Gaat zo dadelijk ook lukken. En daarachter dan het voltallige tweede band. Onder aanvoering van, even kijken hoor. Onder andere Aniek Def ligt daarbij. Die is minder goed van start gegaan. Met nog drie rondes te gaan. En het tweede band wordt aangevoerd door de 7 Janko BD. Dan de 9, dat is Cool & Fanatic Joyful Angel. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Voor Aniek DF betekent uitschakeling. Door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En het is Cocktail Olderson die het tempo bepaalt. Cocktail Olderson, lengtevoorsprong op Tja Tja Tja. Daarachter volgt dan in derde stelling Dinant Confital. Achter Dinant Confital is het dan Dow Jones. En achter Dow Jones Benjamin Mirage. En nu komt het tweede peloton aansluiten onder aanvoering van Janko BD. Alle paarden nog achter elkaar komen ze dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. Dan bij het passeren van de finish nog twee volledige rondes te gaan. En Cocktail Olderson ligt daar waar ze het liefste ligt aan kop van het veld. Op die manier heeft ze eigenlijk al haar koersen gewonnen. Tweede plaats daarachter voor John Dekker met Sja Sja Sja. En op de derde plaats is het Dennis Minema die nog even afwacht wat hij gaat doen. Maar nu toch besluit naar het tweede spoor te gaan. Iets waarvan de Mespel op zat te wachten achter Dow Jones. Achter deze paarden schuift binnendoor op Janko BD en aan de buitenzijde Benjamin Mirage. Achter Benjamin Mirage is er aansluiting voor paard nummer 8, Joyful Angel. Maar daar gaan al vrij vroeg de prop uit de oren. En de reactie blijft voorlopig nog even uit. En achter deze paard op anderhalve lengte Cool & Fanatic. Nu begint Joyful Angel aansluiting te vinden met het paard ervoor. En we gaan eens even kijken wat de laatste ronde nog kan brengen voor enkele paarden in het achterveld. Vooralsnog is het Cocktail Olderson die hier het veld zijn wil oplegt. Op de tweede plaats hebben we dan Dinant Confital. Maar die maakt een goede indruk. Aan de binnenzijde Tja Tja Tja. Daarachter is het dan Dow Jones. En achter Dow Jones komt nu de aanval in het derde spoor van Joyful Angel. Joyful Angel gaat versnellen. Daarachteraan zou zo dadelijk misschien Benjamin Mirage kunnen. Maar vooraan gaan ze niet wachten op die paarden. Er komt er alweer een bocht. Er is het Dinant Confital die druk op de ketel zet bij de koploper. En dat was Cocktail Olderson. Dat is het nu niet meer. Tja 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 en John Dekker vinden een geweldige passage. En die kunnen in de achtervolging gaan op de nieuwe koploper. En daarachter een aantal paarden die strijden voor de plaatsen. Waarbij Benjamin Mirage op dit moment de beste indruk van die vier maakt. We gaan af op de laatste bocht en het is Dinant Confital die een gezonde voorsprong heeft opgebouwd. Heeft een lengte of vier op de tweede plaats Tja Tja Tja. Daar komt al die aanval aan de buitenzijde van Benjamin Mirage. Die gaat naar een derde plaats, maar misschien ook nog wel naar een tweede plaats. Want Tja 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 heeft het daarachter wat moeilijker. Maar Dinant Confital, die bleek veel te sterk voor dit veld. Dennis Minema, een quick double zoals dat heet. En hij gaat normaal gesproken af op een kampioenschap, want zijn voorsprong begint enorm groot te worden. Dit is de laatste rechte lijn en Dinant Confital winnen met de straat. Spanga Hoeven, de nieuwe koploper in de eigenarencompetitie. Tweede wordt de 6. Dat is niemand minder dan Tja Tja Tja. En heel bijzonder, Cocktail Olderson vindt tweede adem. En haalt zojuist nog paard nummer 3, Benjamin Mirage, terug voor de derde plaats. En daar komen ze aan. Ons aller Fleur heeft nog een mooie bosbloemen voor Dennis Minema. Met Dinant Confital. Daar zijn de winnaars. Dennis houdt het kort. Hij vindt hier weinig aan. Ik was onder de indruk. Heel erg. Ik ook. Hij doet het heel makkelijk vandaag. Ja, hij is enorm sterk. Maar dat blijkt wel weer. Iets als Alkmaars paradepaard. Staat dat bij jullie op de kalender of heb je andere plannen met hem? Tuurlijk proberen we het. Spangroeven probeert het natuurlijk ook. Maar Kasari is een eind weg. En als hij loopt, ja, die heeft natuurlijk al wat eerste gelid met Jaap. Ja. Dan is het moeilijk om die nog in te halen, denk ik. Ja, want met hem en Danny heb je niet zoveel aan, denk ik. Nou, jawel. Waarom niet? Kan hij wel vertrekken? Hij kan hard vertrekken, jazeker. Ja. Nou, dan zou je de strijd aan kunnen gaan. We kunnen proberen. Maar jij rijdt hem goed genoeg, Dennis. Dus keep on the good work, zou ik zeggen. We gaan voorrijden met een driftig baasje. Maar wat een geweldige aankoop voor de Spangahoeven. Gegund door Casper Veldink. U kunt in de handen, dames en heren, van de winnaars. Dinant Confital, Dennis Minema.